In Nederland hoor je zo'n 3000 keer per seconde dit geluid. En wereldwijd 5 miljard keer per dag. De streepjescode is nu niet meer weg te denken, maar tot 1949 bestond die gewoon niet. Toen stond op elk product uit de supermarkt een prijskaartje. En die moest de kassamedewerker handmatig intoetsen. 26 juni 1974 was het zover. In de Verenigde Staten werd het allereerste product met een streepjescode gescand. En dat was een pakje kauwgom. En pas 2 jaar later was Nederland eindelijk zover. En daar werd de eerste streepjescode gescand op een pak koffie. Door een streepjescode te scannen weet je precies welk product het is, hoe duur het is. Maar daarvoor heeft elk product in de supermarkt wel een unieke cijfercode nodig. Eén ding hebben ze gemeen. Ze bestaan uit 2 delen. De streepjes en de cijfercode. En de cijfers worden vertaald naar streepjes, zodat je het product kunt scannen. Maar de cijfers en de streepjes betekenen dus hetzelfde. De streepjescode in de supermarkt bestaat uit 13 cijfers. De zogenaamde EAN 13-code. En dat staat voor de Europese artikelnummering met 13 cijfers. Dit is bijvoorbeeld zo'n streepjescode. De eerste 2 cijfers, de 8 en de 7, staan voor het land waarvan het product afkomstig is. En de 8 en de 7 staan voor Nederland. Dan volgen de 5 cijfers, die staan voor het bedrijf waar het product vandaan komt. De bedrijfscode. En daarna volgen weer 5 cijfers en die staan dan weer voor het product. Bijvoorbeeld voor de rode bieten is de productcode 07352. En voor de tuinbonen is dat 06933. En dan heb je nog 1 cijfer helemaal aan het einde en dat is een controlegetal. En dat allerlaatste getal, het controlegetal, dat controleert of eigenlijk al die cijfers daarvoor wel kloppen. De vakken tussen die lange strepen in, daar zit alle informatie. Elk vak bestaat uit 6 getallen en elk getal uit 7 streepjes. Die kun je niet zien, maar ze zijn er wel. Uit de scanner komt een laserstraal. Een zwarte streepje absorbeert het licht. Een wit streepje kaatst de lichtstraal terug de scanner in. Deze streepjes worden omgezet in binaire getallen. Dat is computertaal. Die bestaat uit enen en nullen. Een zwart streepje is een 1 en een wit streepje een 0. Zo wordt de hele streepjescode omgezet in een rij enen en nullen. Maar dat is nog niet alles. De 2 vakken die we hebben worden niet op dezelfde manier opgebouwd. En dan maakt het dus niet uit of je hem zo ondersteboven of achterstevoren scant. Hij doet het altijd. Het scannen van al die streepjescodes gaat razendsnel. In sommige gevallen raakt de streepjescode beschadigd en kan de scanner het product dan niet scannen. De kassamedewerker kan dan altijd nog die code die eronder staat invullen en zo kunnen ze toch het product afrekenen. Die kassamedewerkers die blijven gewoon nodig hoor. En het is ook wel gezellig, toch? Zegeltjes?